Vrienden, bij het begin van deze ontmoeting gaat je me zeker vragen, wie zijt gij? Wel, ik ben Wim Willem van Hoef, priester, missionaris, witte pater. Ik heb 55 jaren gewerkt in Congo. En nu zijn het al 93 jaren dat ik de goede adem van God inadem. Wij hebben een oom die draagt mijn naam, Wim van Hoef, witte pater in de Kivu. En die kwam op vakantie natuurlijk bij ons. En die praatte weer met mij. En natuurlijk is langs hem vooral dat ik dan mijn weg van priester, missionaris, witte pater gevonden heb. Goed, priester gewijd. En dan, ik moest nog een jaar eerst blijven, hè. En dat was om de legerdienst te doen, zogezegd. Maar wij moesten een jaar het leger dienen voordat wij weg mochten. En ze hebben een jaar de CB, gelijk ze dat zeggen, de CB in Leuven gedaan, nietwaar? Ik volgde tegelijkertijd nog wat pedagogie bij de Broeders van Liefde. Dat was prachtig, hè. En wij kregen op het eind van dat jaar die diploma, het papiertje van brancardier, nietwaar, van het leger. Bon. Was gedaan. Nu de benoemingen. En nu begint de benoemingen. Ik werd benoemd voor Bunia. Het vicariaat van het Albertmeer. Wij zijn het vicariaat van Tlakske, van het Albertmeer. Hè. En ik mocht dus nu mijn pakken en alles maken. Afreis maken. Goeiedag zeggen aan familie, vader, moeder, familie. Die zijn allemaal dan meegekomen met bussen naar Antwerpen, waar wij de boot genomen hebben, de fameuze boot Wemville. Die ging zijn tweede reisje doen naar Afrika. De boot Wemville. Mooie reis. Prachtige oceaanreis. Ja, Matadi. Maar we moeten verder, hè? We zijn nog niet thuis. Hè? Wist u ook op voorhand voor hoeveel jaar u vertrok? Dat werd nooit gevraagd, dat was onze mening. Wij vertrekken en wij blijven daar. Want op laatste, toen ik weg ben gegaan uit Congo, omdat ik moest wegens ziekte, toen zei ik nog, ik moest hier begraven worden. Hier begraven worden. Wij gingen voor ons leven. Natuurlijk met de vakanties die men wel mag krijgen natuurlijk. Maar het werk, het leven met de Zaïrezen, wij beminden die, dat waren ons broers en zusters. Wij offerden geheel ons leven, heel ons doen, nietwaar? En dat is niet alleen als priester, als missionaris, als een nieuwe Christus, want ik heb altijd het principe gehad, ik ben een andere Christus voor die mensen. Ze mogen mij overal bekijken, beluisteren en navolgen. Altijd, hè. En dan toch ook werken voor de ontwikkeling. Want ik heb veel in de economaten en in huizen gewerkt voor de ontwikkeling, de hulp aan landbouw, aan installaties, aan sport en wat weet ik al, wat een veel. Maar eens in Matadi had u dus nog een hele reis voor de boeg. We zitten in Matadi, hè. En dan krijg je daar de zogezegde witte trein. 363 kilometer, alsjeblieft, van Matadi naar Kinshasa. In Kinshasa werden we goed ontvangen bij de paters, de schutisten, niet waar, op de procuur. Prachtig, hè. En daar werd dan, wij moesten verder natuurlijk, want de Ituri die ligt in het noordoosten van de Congo, hè. We moeten vlak de Congo doorgaan naar het noordoosten. En dat gebeurt eerst over de stroom. Met een stoomboot, nietwaar, over de stroom. 7 dagen, alsjeblieft, van Leopoldville, Kinshasa, nu, nietwaar, tot Kisangani, aan de Stanley Falls, gelijk ze zeggen.
daar kon de boot niet meer verder, wegens die vals, nietwaar? En in die vals, als je dat weet, ik weet niet, daar heb je een volkstam, de Wageniaars, die gekend zijn voor hun manier van vissen in watervallen. Hè? Buitengewoon schoon om dat te zien. Hè? Bon, wij komen in Kisangani. En in Kisangani, in de aankomst met de boot, daar stond al iemand ons af te wachten. En dat was Monseigneur Matthijs van Bunia. Die was al in Kisangani, die wist dat al. Maar daarmee waren we nog niet in Bunia, hè. En Monseigneur die was gekomen met twee auto's, want we waren zeven paters. We waren zeven paters samen, hè. En dan zijn we met Monseigneur, met auto's dus, naar Bunia. Nog eens 700 kilometer, alsjeblieft, hè. En dan gaat je over drie grote rivieren, nietwaar? De Chopo, de Lindi, de Ituri, twee keer de Ituri, waar je met overzetsbakken moet overgezet worden. Dat waren nog geen bruggen in mijn tijd toen, hè. En daar zagen hoe dat volk, die zwarten, met die boten, dat zijn kunstmannen, hè, verdorie. Oh, het was plezierig om te zien, hè. Plezierig om te zien, hè. Maar dan door het oerwoud, ja, 700 kilometer, nietwaar. En wij komen aan in Bunia, nietwaar, bij Monseigneur Matthijs. En daar waren we thuis. Thuis. De Witte Paters waren daar al lang gevestigd. Ja. Die waren er al natuurlijk. Monseigneur Matthijs met veel anderen al. Hè. Ja. Ja. En dan, ja, die begint met een benoeming. Wim der Schoot zegt hem, gaat gij maar eerst eens naar Kilomijnen om de taal te leren. Bon. Welke taal? Eerst het Kiswahili, met een boekje en een karnetje en een tweede genota's en met een catechist en een buitengewone catechist, Stanislas, ik herinner me nog die mens, niet waar. Elke dag, maar niet waar, alleen de taal leren. Hè. En na drie maanden deed ik al met een eerste sermoontje, niet waar, in het Kiswahili. Hè. Een beetje daarna was ik een tweede taal begonnen, maar een zeer moeilijke, een monosyllabische taal van het Kilendu. Van die mannen waar ze tegenwoordig veel van spreken, het waren de Walendus, het Kilendu, een zeer moeilijke taal. Bon, maar dan kwam dus, het was zelfs geen jaar niet waar, maar maanden, weer Monseigneur, kom naar Bunia. Professor, je moet professoreren. Ik zeg, wat is het? Monseigneur had in Bunia een college begonnen voor kinderen van de koloniale in de Ituri. Jongens en meisjes. Dat is het sixième al gedaan. Nu begonnen ze het tweede jaar, het cinquième jaar, het vijfde. En hij moest iemand hebben. Hij riep mij daarvoor, hè. Bon, ik weer naar Bunia, niet waar? Professor Rosa, maar wat weet ik al, niet waar? Bon. Ik geef die les, ik speel het op college, twee maanden. Monseigneur alweer, zeg, wat is er nu toch allemaal bezig? Gij zijt gemobiliseerd. Het leger laat me weten dat gij weg moet als brancardier, niet waar? Bon. Was de oorlog toen al uitgebroken, ja? Ja, ja, natuurlijk. Het was in het begin, wel toch in het begin, maar de oorlog was uitgebroken, natuurlijk, hè. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dan, ja, met de kolon, ja. Dus dan heeft dus Frankrijk, ik weet de Engelsen, ik weet nog wie niet waar, dus de geallieerden, die hebben gevraagd aan Congo om hen te helpen in Afrika. En de Congo heeft de keuze gedaan, heeft gezegd, bon, wij pakken het 11e bataljon.
En dat 11e bataljon dat werd gevormd door de dingen van Bhutta, soldaten van Bhutta, soldaten van Kisangani en soldaten van Irumu. Iedere keer in compagnie, drie compagnies. Nietwaar? En zijn die compagnie van Irumu passeert in Bunya, ik was verwittigd, en daarmee ben ik vertrokken naar Faraj, helemaal in het noordoosten. En daar was dus de 11e compagnie gevormd. En iedereen zei, ja, die 11e compagnie die is gevormd, niet maar, pff, dat is gedaan, die mannen zullen wij nooit meer terugzien. Hè. Want de Engelsen hadden gevraagd dat wij in Abyssinië zouden helpen tegen de Italianen. En het schijnt dat de vijand, dus de Duitsers en de Italianen, een zeker plan hadden om Afrika door te trekken tot Zuid-Afrika. Hè? De Nijl en naar Zuid-Afrika. Hè? En dus de geallieerden vragen hulp om de Italianen tegen te houden. En zo zijn wij dan vertrokken, nietwaar? Het bataljon verlaat Faraj, wat een vertrek natuurlijk. Hè. Het volkspersoneel allemaal met boot over de Nijl, met Je bent dus de grens van Soedan overgetrokken. Hè? Ja, daar Soedan over, naar Djouba. Djouba, niet waar, de stad van Soedan. Hè? Ja. En de kamions die moesten door de Sahara, laat me zeggen, door de dingen, om naar binnen naar Khartoum en dingen te gaan. Hè. Dus wij doen met de boot, komen wij dan in de Soedan, in Khartoum. Hè. En dan van daaruit weer met auto's langs de Sabbat, zo gezegd, naar Abyssinië. En daar begint dan de oorlog. Wij pakken Assosa. Wij pakken Gambela en dan staan we voor Sayo. Dat is het grote tegenpunt, de grote in Sayo. Assosa en Gambela, prachtig. S'avonds, voordat wij kort bij Assosa waren, hebben we, lieten ze van onze kant niet wou schieten en laten horen wat wij mee hadden. Want ik kan ook mee, hè. Bon, goed slapen. En het andere daags, ja, we gaan Assosa binnen, hè. We gaan binnen. De vijand was weg. S'nachts was die. Die had gehoord wat afkwam, die hadden daar schrik voor, nietwaar? En die wisten ook dat wij daar zaten en de Engelsen van de andere kant. Ze zouden genepen zitten tussen de twee. Ze waren weg, hè. Bon, dan weer terug naar Gambela. Weer juist hetzelfde. Te voet niet waar, ik weet nog door die broers. En weer liggen voor Gambela. En weer. Weer juist hetzelfde. Hè. Hetzelfde systeem. Schieten, bavarderen, lawaai maken. Zanderdags Gambela binnen. Ze waren weer allemaal weg. Hè. Formidabel. Maar dan begint Sayo, en dat was de grote oppositie tegenstand, niet waar, waar zij hun negerplaats hadden. Hè. En dat hebben we eerst geprobeerd, het 11e bataljon alleen. En ik moet zeggen, toen de eerste keer bij de ontwikkeling is er geweldig gevochten geweest. Een blanke gevallen, een paar zwarte gevallen ook, hè. Maar geweldig lang geschoten en gevochten en doorheen gelopen. Hè. En ja, maar stand houden en toch vechten. Tot op laatste, wij ons terugtrokken, want de munities waren daarop die ze mee hadden. En we hebben het vernomen dat juist hetzelfde was bij de Italianen. Die hadden zich ook teruggetrokken, die hadden ook geen munities meer. Maar. Dus wat ook nog. Dan ja, wat wachten en weer stil aan het voorbereiden voor een tweede slag. En ondertussen was er hulp geroepen in Congo. Het 5e bataljon is afgekomen om te helpen.
En zijn met 5e bataljon begonnen, nietwaar? En de eerste keer goed, maar niet overwonnen. En een derde keer geweldig gevochten, maar niet veel doden. Er wordt veel geschoten, zo in de broeders, niet waar ze daar is. Maar daar was het dan. Ik was dus als brancardier bij de legerdienst. En ik zie me nog goed met mijn soldaten langs de wegske. We zaten in de bos, buiten dat, neven dat wegske, met mijn soldaten. Verzorgers, hoe noem je dat? Bedienden van een dienst, van een medische dienst. Hè? En ik zie verdorie aan de kant van Sayo, van de bergen, zie ik een jeep afkomen. En die komt naar ons. Die komt naar ons. Met een grote witte vlag op. Ik zeg aan mijn mannen, ziet je dat? De Italianen komen zich overgeven. Bij ons, Belgiërs. Maar toen had je moeten zien hoe mijn soldaten van plezier, van blijdschap opsprongen en dansten daar in de stad. Formidabel hoe die blij waren dat het gedaan was. En de Italianen geven zich over, niet aan de Engelsen, maar aan de Belgen. Aan de major Herbier, onze major van het bataljon. En toen was een generaal, die was al komen kijken, die was daar ook, hoe heet die generaal? En die zei, quel coup de filet. Quel coup de filet, ja, wat een neming. Bon, en dan komt, ja, ze geven zich over, alles. Man en materiaal, alles, hè. Waar moet het naartoe? Wij kregen niks, want het was overeengekomen dat de buit aan de Engelsen moest gegeven worden. En de Italiaantjes die dachten, wij geven ons aan de Belgen over, want er waren al veel Italianen die kenden onze Congo al heel goed, hè. Daar was het goed, hè. Als we weg moeten naar de Congo, dat gaat, hè. Die gaan we ons over. Maar alles naar Zuid-Afrika, de Engelsen. Bon, het was gedaan, hè. Hoe was eigenlijk de verstandhouding binnen de troepen onder de Blanken? Buitengewoon, hè. Ja. Hoe moest je dat nu nog kunnen hebben? Dat was buitengewoon. Blank en zwart, hè. Buitengewoon, hè. Ook dus de verhouding met de zwarte soldaten. Met de zwarte natuurlijk, zeg, ja, ja. Buitengewoon. Je moet een keer met Broesmis, moest je die kunnen spreken. Hoe die verdedigd geweest is door zijn eigen soldaten, nietwaar? Buitengewoon, buitengewoon. Hè. Nu, dat systeem van militairen, ik zou daar iets anders op kunnen zeggen, daar heeft België een fout begaan. Hè. Mag ik dat nu zeggen? Ik ja, weet natuurlijk. Ja? Je hebt een leger met al zijn graden natuurlijk, hè. Je begint met soldaatje, tweede soldaat, kaporaal, sergeant, premier sergeant major, hè. Dat is zwart. Adjudant, luitenant, dat weet ik al boven, dat is blank. En de premier sergeant major, die kon niet hoger, dat mocht niet, dat mocht niet in die tijd in het leger, nietwaar. Geen zwarte kan luitenant of adjudant worden, nietwaar. Maar ik ken mannen, premier sergeant-major, Bouambi, en premier sergeant-major Bobozo van de mitrailleurs, die veel beter deden dan sommige blanken, hè. En veel bekwamer waren. Ten andere die Bobozo, later, toen de onafhankelijkheid gekomen is, toen het leger niks meer te zeggen had, weg moest, nietwaar? Het kwam in Zaïrese handen. De eerste baas van het leger, dat is die Bobozo geweest, en die, hè? Louis Bobozo.
en een goede vriend van mij, we kennen elkaar goed. We hebben elkaar nog geschreven en wat weet ik al. Ja. Dus die oorlog daar in Abyssinië, onze taak was gedaan, terug naar huis. Bo. Dan zeggen de bazen van de Congo, ah, je hebt goed gedaan, proficiat en wat weet ik al niet waar. Je krijgt als cadeau een prachtige reis naar huis. Over Dar es Salaam, over de oceaan, Dar es Salaam en dan naar Tanzanië. Met dingen zo terug naar de Congo. Hè. En dat werd gezegd aan de soldaatjes, nietwaar? Aan dingen. Aan premier Sojombe op Boembe en aan Bobozel en die anderen. Oh, we krijgen een schoonheid. Te, zei je die, hè? Te, hè? Dat is nee, hè? Laat ons maar gauw teruggaan naar ons vrouwkes, nietwaar, in de Congo. Dat verlangen wij, hè? En maar zo gauw mogelijk terug, nietwaar? Ja, wij zijn teruggegaan. Over de Nijl weer, nietwaar, Juba. En dan ontvangen daar in Congo, buitengewoon. Maar daarmee werd u nog niet gedemobiliseerd? Niet. Oei, ontvangst buitengewoon in Faradj voor te beginnen natuurlijk. Hè. Want Faradj dan in Watsa, en dat waren de goudmijnen, die hadden daar wat gedaan om ons te ontvangen, hè. Buitengewoon. En wij, ja, waar moeten wij nu met ons bataljon naartoe? Ze hadden erover beslist natuurlijk, hè. Naar Bhutta, in de Oele. En wij allemaal naar Bhutta. En dan heb ik 3 jaren in Bhutta gelegen, hè. 3 jaar in Bhutta. Zomaar, hè. In een kamp, als brancardier. Maar ik moet wel zeggen, ik was lang altijd de enige priester, hè. Ik ben de enige priester die met 11e bataillon vertrokken is, hè. En dus, almozenier spelen in het kamp natuurlijk, hè. Maar je krijgt nooit geen benoeming, hè, van die mannen. Wij waren geen echte militairen, hè. Wij waren maar opgeroepen personen, hoe noem je dat? Ik weet het niet. Reservisten, we waren maar reservisten, hè. Ja, dus 3 jaren in Bhutta. Daarna die 3 jaren in Bhutta verhuisden ze ons naar Watsa, in de Broes. En daar hebben wij een kamp opgebouwd met de matetes, met de planten van de streek zelf. Zelf alles opgebouwd. Kotjes voor de soldaten, huizen voor de officieren, nietwaar. En kapel, ik had een prachtige grote kapel laten bouwen, nietwaar. In de Broes daar. Bijna een jaar. En het is dan daar na een jaar weer in Watsa, dat ik van dag op dag, ik weet niet welke datum, de demobilisatie kreeg, nietwaar. Maar dus ik mag dat nu zeggen, 5 jaren weg geweest buiten mijn bisdom. Hè? En praktisch nooit in de confrater Witte Pater gezien. Hè? Ja, en toen, ja, als die terugkomt, dachten ze, ja, maar dat zal een aardig manneke zijn als die terugkomt. Hè? 5 jaren weg geweest bij soldaten, ja, alleen. Wat gaat dat zijn? Hè? Ja, en monseigneur, kom. Wim, begint jij maar een keer eerst terug op het seminarie, het klein seminarie. Professor, klein seminarie. Jongens toch. Ja. Nee, maar van die verstandhouding, die discipline, zeg, van toen, hè. Moest je dat nu kunnen verkrijgen in het nieuwe Congolese leger, hè. Bon. Dan zou er hoop zijn. Want om de Congo recht te maken tegenwoordig, zonder leger gaat je niks doen. Hè. Je moet beginnen met de kuisen. Hè. Met de kuisen. Waarschijnlijk ook wel gezondheidsproblemen daar onder die veldtocht. Oh, naar Ginder, dat is. Ja, ik ben nooit ziek geweest. Daar in het leger, hè? Nee. Maar ik moet wel dit zeggen. We hebben dagen gehad dat wij gemarcheerd hebben in de woestijn, in zand, in de zonnige zand. Moest je het gezien hebben, je zou het niet geloven, hè?
Maar we hadden dragers mee, hè, die moesten helpen, dragers mee. Met zakken aan hun voeten gedaan, om die warmte van die zand weg te houden, om niet te branden. Met zakken en vuilige dingen rond de voeten gedaan, om de warmte. Hè. Oh, la 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 la. Nee, ik bewonderde die geest van de soldaten toen buitengewoon. Dus na de oorlog ben je in het seminarie terechtgekomen? Dan op het seminarie, nietwaar? En ja, dan zou ik die datums moeten pakken, zeker. Hè? Hoe zit dat? Anders zijn we een beetje weg. Ik ben dan op het seminarie gebleven. Een 45 jaar. Dus maar 1 jaar in het klein seminarie. En Monsignor Matthijs, in Bunia dus. In Bunia, hè? Nee, in Kilomijnen, hè? Ah, Kilomijnen. Ah, ja. Dat is de hoofdplaats van de goudmijnen van Kilomotto, hè? Kilo, dat is Kilomijnen. En Motto, dat is Mongbualu. Watsa, meer naar het noorden. Dat zijn twee regio's verschillend van die goudmijnen. Kilomotto. Maar de hoofdbasis, de directie was in Kilomijnen. Hè? Dus Kilomijnen. En daar heb jij die Janssen, waar jij hem gesproken hebt, niet waar? Die was daar ook in Kilomijnen, hè? Dokter Janssen. Hè? Ja. Dus 1 jaar in Kilomijnen en komt monseigneur af, nu waar weer bij mij. Hè? Ja, monseigneur. We hebben wel een klein seminarie, we hebben een klerkenschool, we hebben veel scholen. Maar ik zou een landbouwschool willen beginnen, zegt hem. Kom naar Bunia, nietwaar, en begin een landbouwschool. Een EPA, École Professionnelle Agricole. En daar ziet je mij dan naar Bunia gaan om zo'n schooltje te beginnen. Beeld u in, daar bestaat niks en je moet een landbouwschool beginnen. De planten kennen, de cultuur kennen, de namen kennen, niet waar, hoe gedaan en wat wil je gaan. Interesseert dat die kinderen, die leerlingen van landbouw te kennen. Maar we kregen toch een schone hoop, ik geloof in de 20 voor het eerste jaar te beginnen. Hè? En er waren prachtjongens bij, prachtig hè. Jawel, 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 goed. Maar moeilijk voor mij, ik moest... Toen heb ik een keer een fotoapparaatje gekocht. En dat was maar alleen om alle planten te fotograferen en terug te kunnen tonen in de klas om materieel te maken voor de landbouw. Hè. Want het was landbouw, dat was veeteelt, dat was apicultuur van de bieren. We hebben er geweldig voor bieren, van alles. Hè. We hebben veel dingen buitengewoon. Hè. Maar... Dus we begonnen die landbouwschool. En na een paar maanden, ik logeerde op de missie met mijn motto, 's morgens naar de school, nietwaar? Dat is kortbij, hè. En ik kom aan de school en ik zie ze allemaal in de barza staan met hun pakjes en hun valiezen. Ik zeg, was me dat nou? Maar nou, wat is het? Allee. Zeg met de Wabari, zeg maar wat het is. Wij zouden willen dat onze lessen in Frans gegeven zouden worden. In Frans. Ik zeg, dat is dat wat je wilt. Ik zeg, wacht even, dan moet ik toch eens gauw eerst naar monseigneur gaan. Hè. Monseigneur, voilà, bon, begin maar stilaan met. Ik zeg, man, het is goed niet waar we zullen Frans leren. Maar je ziet hoe je problemen kunt hebben, hè. Ja. En dat is die even, ja, dan begonnen, daar ben ik 3 jaren zie ik geweest. 3 jaren. Dan is een andere pater gekomen om dat door te nemen. En monseigneur stuurde mij weer terug, professor, op klein seminarie in Kilomijnen, hè. Daar ben ik dan tot 51 gebleven en daar kreeg ik mijn eerste verlof. Weet gij dat ik toen 12 jaren
in Congo geweest ben, zonder terug te komen. En je krijgt verlof. En je komt terug in je familie. 12 jaar verschil. Wat een receptie in Kinrooi, nietwaar? Niet in Touw, maar aan Beekse, van de scheiding van Touw, waren ze daar met de paarden, de fanfare, nietwaar, en half Kinrooi, allemaal die pater af te wachten, nietwaar? Kent hij nog het Vlaams? Kan hij nog het direct spreken? En ik ben direct met direct teruggevallen, gelijk vroeger, hè? Formidabel, hè? En dan naar de kerk, nietwaar, en de feesten, buitengewoon en buitengewoon. Maar goed, daar gebeurde iets anders in de Nitori bij Monsignor Matthijssen. In Oud-Kilo, niet Kilomijnen, maar Oud-Kilo, ook in de Mijnenstreek, daar was de normaalschool voor opvoeders, onderwijzers te vormen, de normaalschool, hè, geleid door de broeders Maristen. En die broeders Maristen hebben adieu gezegd aan Monsignor Matthijssen. Monsignor, wij gaan hem weg, niet waar we komen blijven. Dan heeft hij daar een pater gevonden om die school toch te houden. Pater, die heeft dat goed gedaan. En ik was in België. En Monsignor laat me weten, gaat gij maar eerst 2 jaar... opvoedkunde studeren aan de Universiteit van Leuven. Pedagogie. Ik met mijn witte haar. 2 jaar de universiteit gelopen in Leuven. Formidabel, formidabel. Bon. En ik ga terug, nietwaar, na die 2 jaar. Bon, terug naar Congo natuurlijk, hè. Ik kom in Bunia. En ik dacht, ja, ik ga in die scholen pedagogie gedaan. Wim de Nepea staat weer op zero. Pak gauw de Nepea, die landbouwschool, terug weer een keer. En ik heb die landbouwschool teruggenomen. En Monseigneur had nieuwe gebouwen verkregen van de Fonds de Bien-être in Pimbo. Volledige gebouwen laten zetten, nietwaar, voor de landbouwschool, nietwaar, monseigneur. Dan heb ik die Nepea van Bunia volledig verhuisd, nietwaar, naar Pimbo. En daar kregen we in plaats van 3 jaren, hebben we daar 5 jaar gedaan. De laatste van 5 jaar bij de landbouwkunde, hè. Zo, hè. Ja. Naar Pimbo. En dan daar heeft hij dus, dat was een pater die ondertussen landbouw gestudeerd heeft. En die kon dan de school overnemen. Die had een diploma gekregen hier in Leuven, nietwaar? En ik, nietwaar, allemaal weer, monseigneur zegt, Wim, ga maar terug naar het klein seminari. Maar als overste en als prefect van de school. Als overste van dat klein seminari. Waar ik een 3e keer dus terugkom, nietwaar? Nou. En dat klein seminari na 3 jaar heb ik ook verhuisd naar Fataki. Daar had monseigneur ook een groot nieuw huis, een klein seminari laten bouwen, nietwaar. En heb ik heel dat klein seminari van Kilomijnen verhuisd naar Fataki. Buitengewoon allemaal. Had u daar veel studenten in het klein seminari? In het klein seminari? Jawel, jawel, jawel. Klein seminari, zeker boven de 100 toch, hè? Ja, 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 ja. Dat gaat er aan de retorica, hè? Ik heb daar iets wel heel speciaals, nietwaar? Dus klein seminari is eigenlijk voor kinderen die voelen dat ze misschien een roeping zouden hebben om priester te worden, hè? Dat is een leiding, een eerste leiding naar het priesterschap, hè? Klein seminari. Wij kozen dus altijd uit de kinderen van alle scholen de beste. En zij die verlangden, die werden opgenomen in klein seminari. Hè? Dat was de school. Hè?
Maar die werden daarom allemaal niet priester achteraf. Ah, nee, natuurlijk niet, hè. Maar van de andere kant had geen andere school, en dat was mijn broer die vooral had, het college. Het college, dus voor de gewone, goede studenten natuurlijk, hè. Vooral voor de burgerlijke personen op te vormen, niet waar, dat moet college, hè. En wat nooit gebeurd was toen, op het kleinste van haar, hebben we dit veranderd. Tot toen namen wij maar alleen jongens aan die een verlangen hadden priester te worden. Daar hebben we beslist, Fataki doen we open voor Nijmpoort welk studentje die goed studies wil doen. Meer open, hè. Ja, en dan is er weer een verlof geweest, zeker geloof ik, hè. En dan ben ik... Je bent dan eens per vliegtuig terug naar... Dat was het vliegtuig, niet Sabine, maar... Sobeleer. Ik mocht dus terug naar huis, hè. En ik sta met monseigneur en nog een ander pater aan het vliegterrein, nietwaar, af te wachten. Ik moest vertrekken, hè, naar België, kom op vakantie, hè. Ja, en wij horen dat vliegmachine. En wij zagen het niet. En we horen terugdraaien rond Bunia. Wij zagen het niet. En daarna, in een tijd, een knal. Dat vliegmachine heeft zich ingeboord in de rotsen in de streek van Bogoro. Kapot. In de rotsen volledig dood. Goh. Dan zijn we met monseigneur over de weg naar Hinderen gegaan en dan door de broes om ter plaatse te komen. Pater, ik heb daar die hele situatie gezien. Hè. Wat je van verre ziet, dat is de zwarte niet waar. Die waren al weglopen met al wat ze konden pakken. Hè. Die waren al daar. Die woorden kort bij. Hè. Wij komen ter plaatse. Je ziet daar stukken mensen van levensbeelden, stukken liggen op de rotsen, het hersens hier, het been daar, in heel die streek. Bloed overal. Ik herkende nog die drie paters van mijn jaar die daarop zaten, om terug te komen, nietwaar, dood hem, buitengewoon. Oh, dat was echt. En dan zijn, ja, die waren allemaal dood. Er was niemand overgebleven, hè. Het was een geweldige ramp. Het was een van de voorlaatste reizen, geloof ik, van Sobeleer, hè. Toen, hè. Oh, dat was geweldig. Hè? Die zijn in Bunia begraven, nietwaar? In algemene graven en persoonlijke graven op het kerkhof van Moeder Maria Bunia op de missie, hè. Schoon, schoon. Ja, en ik, was geen vliegmachine. Een paar dagen daarna kreeg ik een kleine Cessna van Bujumbura. Die is mij komen halen in Bunia. En met die Cessna over die prachtige toeristische streek van het oosten, nietwaar? Van het Albertmeer, het Kivu-meer, nietwaar? Tot Bujumbura. En daar kreeg ik het vliegmachine. Ik geloof dat het Sabena was, geloof ik. Maar de eerste reis dat ik teruggekomen ben, dat was met Sobeleer over Juba, Oeganda, Egypte, Cairo, Entebbe. Dat, ja. Dat was ook een schone reis, die ook was. Zo. En na dat tweede verlof... Wat werden dan uw activiteiten? Het tweede verlof nu? Ja, toen. Dus het tweede verlof kreeg ik al van monseigneur de bericht, niet waar? Wim, ze beginnen in de Kivu een nieuw groot seminarie. Want tevoren waren al de groot seminaristen in Moba. Moba, dat was van heel de noordoosten. De oostkant van de Congo, dat was in Moba, nietwaar? Van noord tot zuid bijna, allemaal. En dat was veel te vol, nietwaar? Dat konden ze niet meer houden. En ze zeggen, wij moeten dat hier splitsen. Moba afschaffen als seminarie
en twee nieuwe bouwen. Eén in het zuiden, nietwaar, in Lubumbashi. En het andere voor het noorden in de Kivu, Bukavu. En in Bukavu was dan het grootseminarie voor Kivu-provincie en Oost-provincie. Hè? Zo. En hij zegt, ja, ze vragen mij ook iemand, zegt hem, nietwaar, om daar mee te beginnen. Hè? Gaat hij daar maar naartoe, zegt. En ik, van vliegmachine Kinshasa, niet naar Bunia, maar naar Bukavu, met die verlieskinnen was alles. Hè. En daar was ik dus een econoom van het groot seminarie van Bukavu, Moressa genoemd. Hè. Een schoon domein, prachtig, dat was schoon, hè. Schoon. Schoon, heb ik schoon werk verricht. Sorry. Maar dat was echt ons werk. Hè. Nu, ik moet wel dit zeggen. Met al die veranderingen van plaatsen, die benoemingen, hè, iedere keer als ik ergens toekwam op mijn nieuwe plaats, mijn voornemen, dat was altijd, hier ben ik nu, hier ga ik werken, alsof ik hier moest blijven. Dan zet je al je krachten in die je hebt om goed je werk te doen. Hè. In alle veranderingen heb ik dat altijd vastgelegd. Dat je echt een alter Christus, een andere priester en een andere Christus zijt voor de mensen en op te helpen. Hè. Dat was missionaris zijn, op mijn manier. Maar toch daarbuiten zoveel mogelijk helpen aan ontwikkeling en aan sport. Hè. Op het sportgebied, ja, ik hield veel van sport, van voetbal nog natuurlijk. Het was verspreid, hè. Voetbal dat bestond toen met de mijnen, met de goudmijnen buitengewoon. Hè. Die hadden dat vergaderd en georganiseerd. Alle mijnkampen hadden hun voetbalequipen. Hè. En de auto's van de mijnen verplaatsten de spelers en de supporters zelfs, niet waar. Ook ons, van klein seminarie. Hè. Ik had mijn equipje op klein seminarie. Dat was geen slechte, hè. Sopres Tito. Dat is dat ene speler, dat was bij mijn broer Zaak, die had ook een equip. Die had een speler, zeg. Hoe heet hij? Michel Bangboka. Ik herinner me nog zijn naam, ja. En wel moesten ze mij nu vragen in Anderlecht, heb je niemand ons te geven om Goor te vervangen? Ik zou zeggen, ja, zet ons 60 of 70 jaar terug. Maar ik geef een manneke die hem geweldig vervangen. Michel Bangboka, nee. Linksbuiten. En Vitesse nooit gezien. En een shot op goal, nooit langs de goal, zuivert er altijd in. Hè. Buiten goal. Speelde hij met schoenen of blootsvoets? Dat was allemaal nog blootsvoets toen, hè. Ja, blootsvoets. Hè. Nu, in Ituri had hij ook wel te maken met die verschillende stammen waar tegenwoordig ook nogal over gesproken wordt. Ja. Ik heb daar, toen ik van zes jaren in Moresse op het groot seminarie gewerkt heb, ben ik dan weer terug naar Bunia gegaan en benoemd als diocesaan inspecteur van de scholen. Hè. Ik had daar hele diocese dus als scholen. Dat is die 10 jaren als inspecteur, dat is ook buitengewoon, zeg. Je hebt contact met de jeugd, met die directeurs, die directrice. Ik had daar prachtige directeurs. Hè. In elke parochie was er natuurlijk een directeur met de scholen van de parochie. En een directeur en een directrice. Dat was gescheiden altijd natuurlijk. Buitengewoon. Hè. En ja, ik ging natuurlijk met plezier alles geven aan die scholen wat ze nodig hadden. Toen was het nog mogelijk om alles te hebben, hè? Van schriften, van tableaus en alle papieren. Wij drukten zelf veel boekjes voor de scholen in. Wij drukten ze zelf ook nog. Hè? Wij brachten het allemaal. Ik kon hen voorzien, ze hadden alles wat ze nodig hadden. En dan controleerde ik soms hun werk niet. Buitengewoon hoe die mensen, die,
die directeurs en zelfs die onderwijzers en onderwijzeressen elke dag een bladzijde voorbereiding van de klas van morgen altijd prangen. Daar werd prachtig gewerkt, hè. Maar prachtig gewerkt, hè. Ik zou zeggen, schoner dan hier. En de directeurs, ja, de echte vrienden, niet waar, maar dat zijn mensen waarmee buitengewoon. En ik ging, ja, ik heb alle schooltjes bezocht. Zelfs te voet, niet waar, in het binnenland waar bijna nooit iemand kwam. Waar toch een schoolje is van de eerste en tweede jaar, hè. Bezocht altijd, die waren blij dat je kwam, die waren, ja. En dan heb je in zo'n scholen in het buiten, gedoe vooral, ja, daar heb je geen cementen vloer natuurlijk, geen tegels ook niet. Dat is daar zand, of, ja, nooit juist. En dat zit vol funza's, hè. Dat kent je misschien, de funza's. In Dierke wat altijd in uw tenen wil kruipen vooral, daar verdikken tot gelijk een klein erwt, nietwaar? En dan uitvallen, zich weer vermenigvuldigen, hè. Maar die amputeert u geweldig als ze daarin zit, hè. En die kinderen, dat zijn kinderen met de tenen vol van die tikken, hè. Wat gaat je, kinderen, wat doet je? Nou? Kuis de school, zuiver de school altijd, nietwaar? Ja, funza's, dat is ook een heel probleem. Moet je een probleem kunnen hebben met funza's? Nee? Nee. Nee, maar ik heb er eentje over te vertellen. Ja. Van funza. Ja? Doe het gaat over de koning, hè? Ja. Pas op, hè? Ik had in de Congo ook een oom. Je weet dat mijn oom, Wim van Oef, hè? En die woonde in Rugari. En Rugari, dat is echt de streek van de vijf vuurbergen. Dus vuurbergen wil ik zeggen van de kraters, ja. Vulkanen, niet waar, van de Buka, van de Kivu daar. Hè. En een van de hoogste, de schoonste, dat is de Mikeno. Prachtig, dat is de schoonste berg, niet waar. Daar was praktisch nog nooit iemand op geweest. En mijn oom, met enkele confraters, niet waar, denk ik, is daar opgestegen tot boven, de fles daar neergelegd, dat hij de eerste was, die datum en wat weet ik al. En op zekere tijd komt koning Albert bezoek brengen in de Kivu. En dat is een alpinist geweest, hè. En die zei, ja, maar ik zou een keer ook alpinist willen spelen hier. En die zei, ja, naar de Mikeno. En natuurlijk dus naar Rugari, de missie, bij mijn oom, niet waar, we komen samen. En dan, ja, maken ze die reis gereed om de Mikeno op te gaan. Maar ongelukkig, ze zijn niet volledig boven gekomen. De weersomstandigheden hadden zo belet, mijn oom die zei, we mogen het niet riskeren dat de koning hier verder gaat. Hè. Ze gaan terug. Die dan naar beneden. En s'avonds, ja, in een kamer zitten ze te praten, nietwaar? En op een ogenblik zegt de koning, nietwaar, tegen ja, mijn oom en andere confraters, maar ik heb iets aan mijn teen, aan mijn voet, en dat jeukt en dat tikkelt mij de hele tijd. Wat zou dat zijn, wat zou dat zijn, hè? Eens kijken. Hij doet zijn schoenen uit, zijn kors uit. Dat is een funza. Ja, ja, maar zeer, we kunnen u helpen. We gaan u helpen. We hebben hier iemand die dienst gedaan heeft in een hospitaal en die wel thuis is in die zaken niet waar. Bon. Mijn oom die gaat naar de keuken. En de keukenpiet niet waar. Jacques, ik weet niet hoe heet. Zeg Jacques, pas op. De koning heeft een funza in zijn hoed. Jij moet er die uithalen. Jij moet er die uithalen. Ja, dat is goed, zegt hij. Allee, een doosje gepakt, wat in zo'n spel, niet waar? Wat alcohol en ik weet niet wat. Jacques, doe witte kleren aan. De witte kleren aan. Oh, en ze gaan naar de koning, niet waar? De koning. Koning Sire,
Ik denk, die mens, die gaat u redden, die gaat u eruit halen. En de kunst is om zo'n Funza uit te halen zonder hem kapot te maken. Als je hem insteekt, komen de dingen eruit, de vermenigvuldigingszaken. Hè. Dus je moet. En dat is een kunst om zo'n dikke, want dat was belangrijk in hart, om er die uit te halen. En die vent die heeft die prachtig, die zijn daar sterk in, hè. Prachtig uitgehaald. Sire, hier is uw Funza. En wie weet, misschien staat nu nog in een klein doosje in het Museum van Ter Vuren een doosje met de koninklijke Funza, wie weet. Toch verschrikkelijk als je dingen allemaal nagaat, hè. Dus in het seminarie in Boekhaven, bent u lang gebleven? In Boekhaven 6 jaren, juist, van 60 tot 66. En ben ik daar vervangen geworden door mijn broer Jacques. Dat is ook zo een van alles aan te pakken, hè. En ben ik teruggegaan naar Boenja, nietwaar? En dan werd dus het seminarie van Moressa werd ook te bevolkt. En daar beslisten de bisschoppen ook om te splitsen. 1 seminarie voor de Kivu en 1 seminarie voor de Oostprovincie. En in die Oostprovincie, dat zou gebeuren in Kisangani. Dus nieuw seminarie in Kisangani. En toen was de bisschop in Boenja, monseigneur Oeketsch. Monseigneur Matthijs was al gestorven, hè. En Oeketsch die zei, Wim, nu is Kisangani aan het bedelen om weer iemand te hebben van bij ons, niet waar, voor het nieuw seminarie. Wie zou daar naartoe gaan? Ga jij of moet Jaak gaan? Ik zeg, monseigneur, als je wilt dat ik ga, ik ben bereid naar Kisangani te gaan. En ik ben naar Kisangani gegaan, het grootseminarie. En daar heb ik dus 9 jaar geweest. Prachtig werk gedaan in Kisangani, godverdomme, prachtig werk. Hè. Waar is dat seminarie gebouwd? Het is buiten de stad, hè. Het is buiten de stad, hè. Langs de Chopo. Langs de Chopo, maar buiten de stad, hè. Ja. Ja. Ja, en het grote, ja. Ja, ja, ik ga dat ook vertellen, toch maar. Dit bezoek van iemand, een groot bezoek, dat keer. Nu, je weet het misschien wel. Bon, de president Mobutu, die kwam naar Kisangani. En je weet hoe die komt, hè. Wat valt daar? Mogen we? Mobutu, die ging aankomen. Ja. Dus de president zou een bezoekje brengen aan Kisangani, aan de provincie. En als hij vertrekt in Kinshasa, stuurt hij eerst zijn boot, de Camagnola. Een prachtige grote stoomboot, de schoonste die ooit gezien, magnifique. Die stuurt die, nietwaar, en die moet 6 dagen doen om in Kisangani te komen. Dat is de snelste van de boten die daar op de stroom ligt natuurlijk. Hè. Bon, maar, laten we zeggen, 100 kilometer voordat die boot in Kisangani komt, komt de president met zijn helikopter boven die boot, op die boot neer. En hij is op zijn boot en komt in Kisangani aan met zijn boot. En als hij in Kisangani is, gaat hij altijd slapen en verblijven op zijn boot. Maar niet ergens anders, hè. Bon. En ja, hij is in Kisangani. Hij komt ook een keer bij Fataki, de bisschop, natuurlijk, hè. En Fataki die begint te spreken over ja, zijn seminarie. Nieuw seminarie, nietwaar? Oh, dat zou ik eens willen bezoeken, zegt de president. Ja, dat is goed. En wanneer? Oh, morgen om dat uur, wat weet ik al. Bon, ze weten je mij niet waar, ik was econoom, hè. Pas op, de president gaat komen, hè. De protocol komt aan.
En ja, bon. Waar gaan we binnen? Ah, door die deur binnen. Dan zijn we in de aula. Daar nemen we een glas bier. Dan gaan we door die deur naar de huisvestingen van de seminaristen. En van daar naar zo. Bon, dat is goed, hè. Enkele minuten daarna, de president komt aan, hè. Wij ontvangen hem, hè. Bonjour, mon président. Wij gaan binnen in die aula. We pakken een goed pintje bier. En we praten, nietwaar. En op een ogenblik zeg ik ook, nietwaar, we spraken over de bouw van het seminarie. En ik zeg, ja, buiten de bouwen, niet gebouwen, gebeurt er hier ook veel. Ik ben veel bezig met landbouw, met cultuur, met fruitbomen te planten en een visvijver aangelegd, nietwaar. Wat koffie geplant, prachtige olieplanten, palmier, elies, nieuw palmier, 3 hectare, nietwaar. Oh, zegt hij, ja. Hij staat op. Kom, dag, dat zou ik willen zien, zegt hij. Wij staan op en wij gaan, hij en ik, rond. Gedaan met het protocol. Niks meer. Ik heb, de president en ik. Wij gaan de hof in overal, we bekijken alles. Oh, dat is prachtig, zegt hij. Arme grond allemaal. En bij de fruitbomen, bij de cypressen en de mandarijnen en wat weet ik, daar zegt hij. Oh, water, water geven. Water, elke dag water geven. Het regent, water geven, zegt hij. Ik zeg, dat is goed. Wij komen bij de geplante bomen, nietwaar? Heel rijen geplante bomen. En tussen die bomen in had ik ananassen geplant. Ja, hij zegt, ja, maar je hebt die te ver van in geplant, hè. Ja, zeg, dat wil ik niet, maar. Hij zegt, ik heb ook ananassen. Hectare, zegt hij. Oh, ik zeg, ja. Maar ik plant die, zegt hij, alle 40 centimeter. Ik zeg, waarom doet je dat? Als die bijeen staan, die gaan op hetzelfde ogenblik rijpen. En het gaat gemakkelijker zijn voor het volk, werkvolk om te plukken en om in te pakken en te versturen. Ja, je moet een keer komen kijken, zegt hem tegen mij. Meneer, kom, ik heb daar van alles. Ik zeg, president, jij zit in een goeie nu aan. Jij zegt tegen mij van een keer naar Badolieten te komen. Te voet zeker. Hij lacht een keer. Hè. Maar daar heb ik ondervonden dat de verdommen in de landbouw thuis is. Hè. Hij weet schaduw van koffieplantage bijvoorbeeld, van die dingen. Van fruitbomen. Van, hij is verdomme goed op de hoogte. Hè. Ja. Bon. Ja, en we gaan terug, nu bij de seminaristen. Goeiedag, hoe gezegd, de paters, goeiedag. Zanderendaags, smorgens, komt er in Kisangani in het C-130 leeg af. En die vraagt naar pater Van Hoef en heel het seminarie. Heel het seminarie. Met de vliegmachine naar Badalite. Ontvangen als, ik ben dan zo zeggen, prinsen, nietwaar. Buitengewoon. Eerst in de rechter, nietwaar. Wat daar allemaal op stond, dat was verschrikkelijk. En dan met auto's van hem, al zijn plantages, alles wat hij had bezocht, nietwaar. Ontvangen gelijk prinsen. Buitengewoon. En s'avonds terug, nietwaar, met dezelfde piloot. Hè. En ik heb nooit een landing gemaakt zo zuiver, zo fijn als met die piloot. Dat je niet eens voelde binnen of op de grond waard. Zwart. En dat was een ding van Mobutu, nietwaar. Maar wil geen ander van Mobutu, want ik ken die mensen. Hij komt weer een keer naar Kisangani, hè. En hij komt op de parochie, op een procuur. En hij vraagt, kunt je morgen niet een mis doen voor de gesneuvelde soldaten? Bon. Boussé, de deken, die dacht, ja, dat is goed. Dus zaterdags doen wij een mis
en volk, dat wist dat, dat was al gekomen, het was allemaal direct verwittigd. Hè. En we zijn met vijven om die mis te doen. Vier inlandse priesters en ik. Na de mis, mijn boete was daar natuurlijk, hè, roept hij de voorganger van die priesters, de deken Boese, buiten. En dan zegt hij, zeg je, priester, straks komen een keer allemaal, jij die dan de mis gedaan hebt, bij mij op de Camagnola, op de boot. Hè. Zo gedaan. Boese die zegt ons dat, hè. Kom, we gaan naar de boot nu aan. Ontvangen door mijn boete in zijn salonnetjes op die boot. Praten gelijk in een gewone mens, nietwaar? Over klein dingetjes, buitengewoon. En op een ogenblik zie ik hem een teken doen tegen zijn vrouwke. Nou, zo. En een beetje daarna komt dat vrouwke terug met vijf prachtige pakjes. En die geeft het aan mijn boete toe, hè. Mijn boete die staat erin en die geeft aan ieder een van die pakjes. Weet je wat erin zat? Een 500.000 of niet. En ik zeg, ja, wat ga ik ermee doen, nietwaar? Ik heb geen centen nodig gekregen, hè. En ik wist dat een van mijn die paters, van die priesters, een kerk aan Bobo was in Kisangani. Ik dacht, die heeft zijn nodig. Ik heb die groot deel van mijn zenden gegeven natuurlijk. Hè. En wat gehouden voor mij, waarom? Om een keer een feestje te maken met heel het werkvolk, met heel de procuur. Heel het werkvolk met hun vrouwen en alles. Nou, een groot feest maken voor hen. Dat gebeurde. En de zeggen dacht, dat feest is er. We zitten allemaal aan tafel. En aan tafel zit ook een rustende bisschop, Olombe. Die was bisschop in Wamba. En die was erbij ook met ons om mee te vieren. Niet waar? En die monseigneur Olombe, op een ogenblik, die staat recht. Ik was nu. Weet je wat die zei? Man, nu moet ik je toch iets zeggen. Ik heb nooit beleefd wat ik vandaag hier beleef. Ik heb nooit gezien dat een blanke werkgever een feest geeft aan heel zijn werkvolk. Nooit gezien. Proficiat zijn. Dat is toch allemaal verschrikkelijk wat je meemaakt. Hè? Maar dat was een schone dag, wel, dat moet ik toch zeggen. Op een bepaald ogenblik hebt u dan gezondheidsproblemen gekregen in Kisangani? Ja, met knieën, de voeten, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dat was dus op het einde, het was vooral op de procuur. Ze probeerden al van alles om daar iets aan te doen, niet waar. Maar dat ging niet. En daar is een andere ziekte bijgekomen, ik weet niet juist welke, niet waar. Maar het was op het sterven na. Hè. Ik zeg, laat me maar hier sterven, niet waar, ik ga hier. En dan hebben de paters, witte paters, beslist niet waar. Nee. En rap. Terug naar België. En dat was in 94 of 95, geloof ik, hè. Terug hier. Eerst niet waar in Corbeil Antwerpen. Hoe heet het daar? Een hospitaal Corbeil Antwerpen. Wat deel uitmaakt van het koloniaal ziekenhuis in Antropisch Instituut. Hè? Ja. En daar heb ik dan een tijd gelegen. Die hebben wat van alles gezocht, maar niks gevonden. Curieus. Hè. Zoeken en niks vinden. Hè. En dan een nieuwe heup gekregen in, bij Kessel of bij Leuven daar. In, hoe heet dat? Een nieuwe heup. En dan later in dat verlof ben ik een keer... Pellenberg, ja. Later in het verlof ben ik een keer naar de zee geweest met familie, hè. Maar in een zona gepakt op mijn oog.
op het rechterhoorn. En dat heb ik nog altijd. Dat is een lelijk ding geweest voor mij. Lelijk. En toen, ja, zeg je, dan ben ik nog in het begin een keer ziek geworden, nog weer in de familie, hè? In het hospitaal, ik geloof. Zelf 3 maanden in het hospitaal gelegen, geloof ik, hè? Oh. En zonder zus te weten wat, geloof ik. Ja, en terug naar Congo. Oh, en dan hebben de paters beslist. Maar dan ben je nog teruggegaan? Ik wilde nog teruggaan, natuurlijk, hè? Maar die zeggen nee. En toen had ik al meer dan 83 jaar, nietwaar. Ja, en hebben ze beslist, nietwaar, blijf hier, je moet hier blijven, nietwaar. En ik heb Genk gekozen, nietwaar, als rusthuis. En nu zit ik bijna 10 jaar hier, hè. Zo, het is toch. In plaats van een lange weg geweest te zijn, hè. En hoe kijkt u dan alles samen terug op die 55 jaar? Congo. Wel, ik betreur niks, ik ben blij. Maar moest ik teruggaan, ik zou het nog beter doen dan dat ik het gedaan heb. Maar ik zou blij zijn het te kunnen terugdoen. En wat ik gedaan heb, ik ben daar heel blij voor, daar dank ik de Heer voor. Hè. Pas op, hè. Het grote doel wat tussen heel dat werk ligt, niet waar we dat seminarie doen, dat is altijd die streving naar de kerk, de vorming in de kerk, hè. Wij hebben de kerk gesticht, hè. Dat zijn bisschoppen die ik als leerling gekend heb, hè. Dat is. En gelijk nu de kerk in die moeilijke omstandigheden die ze nu gaan, toch draait. En goed draait. Het is toch te danken aan wat we gedaan hebben. Al hebben wij niet genoeg naast de liefde, laat me zeggen, tussen de stammen brengen. De stammen, de eenheid van de stammen, dat is ook iets bij hen. Hè. Daar ligt nog een prachtig punt van Mobutu, hè. Pas op ook. Hè. Want de Congo, die grote Congo, die 86 keer groter dan België, hè. Hoeveel stammen telt die? Met hun eigen taaltjes en cultuur. 200 en iets, geloof ik, hè. En Mobutu heeft verkregen dat elke zwarte, elke Zaïrees, als je hem vraagt wie zeide jij, dat is zo zeggen, ik ben Zaïrees. Daarvoor zou je eerst gezegd hebben, ik ben een Alour, ik ben een Molendo, ik ben een Moema, ik ben een Katwe, ik ben een Zande. Maar Mobutu had verkregen door zijn NPR dat het één volk uitmaakte, hè. Ik ben Zaïrees. Chapeau. Ja. Nee, ik ben blij van wat ik gedaan heb, toch. Oh ja. En ik blijf nu nog altijd, laat het me zo zeggen, daarginder. Want alle nieuwsjes die ik kan pakken over Congo, doet mij plezier. En al wat ik doe, en mijn gebeden vooral, dat is een steun voor de kerk die wij gebouwd hebben daarin. Voor die mensen, niet waar, dat zij ook een keer gelukkig mogen zijn. En de problemen die Congo vandaag kent, dat bent u natuurlijk. Oh, de problemen. Ik denk dat er niemand is die een oplossing kan zeggen. Welke zou de oplossing kunnen zijn? Niemand. Daar is zo'n chaos in de staat, in de diplomatie, bij de mensen, bij de kleine stammen, nietwaar. Zo ieder wil baas zijn bij zijn eigen. En een kleine jongen, nietwaar, een geweer, boh, die heeft alles, die is koning waar hij is, hè. Allemaal. Nee, de oplossing is zeer, zeer moeilijk. Ik zou zeggen, de para's, maar dat is te laat, hè. Dat is te laat. En daarom volgens mij, ja, je weet ook, ik heb daar een keer opgeschreven, ja. Kardinaal Daniels, weet je dat verleden jaar? Die is in Azië geweest, geloof ik, in China. In China. In China.
dit jaar nog, ja. Een bezoek die waar in China, waar dat die pater Lievens, ja, dat kan toch Lievens nog geweest zijn, denk ik, hè. Die geweldige meeval gehad heeft, niet waar, in China, hè. Dat was wel maar goed, hè. En dus nu was kardinaal, die gaat daar, maar die priesters in China tegenwoordig zijn in twee, laten we zeggen, categorieën. Je hebt de officiële priesters die met de staat werken, hè, en dan de andere, de geborgen priesters, laten we zo zeggen, maar die priesters zijn. Hè. En dat was een moeilijke situatie, een zeer moeilijke situatie in China voor kardinaal De Neels. En hij vraagt, ja, wat denkt hij daarover? En weet je wat hij toen zei, kardinaal De Neels? Voor het einde heeft hij gezegd, laat ons het verleden achter ons laten. Laat ons de Congo achter ons laten, nietwaar? En naar de toekomst kijken. Uitzien, wachten, naar de toekomst wachten. En dat is, als voor het einde is, zou ik datzelfde zeggen voor onze Congo, hè. Vrienden, ik geloof dat het groot ongeluk van onze Congo, dat is zijn eigen rijkdom. Die Congo is rijker dan wij het ons inbeelden. Niet alleen voor in de grond, niet waar, voor goud en diamant en koper en kobalt en wat weet ik al, niet waar. Zelfs tegenwoordig voor olie, hè. Maar op gebied, niet waar, van landbouw, van bebossing en rijkdom, en rijkdom. En dat is het ongeluk van de Congo, van Zaire, van de Congo. Hadden zij nu maar personen, mensen die bekwaam waren om dat uit te baten, dan zou het gaan. Maar er zijn voor het ogenblik te veel buitenlanders die kijken en die een voet in de richting van de Congo zetten, die waren wegens die rijkdom. Wegens die rijkdom. En de mensen, ja, de mensen die proberen te leven in hun dorpjes met geweldige moeilijkheden, gehoord het aan de radio, niet waar. Nee. Het is chaos, laten we zeggen, in heel de Congo nog voor het ogenblik. Hè. Chaos. Verkiezingen. Beginnen in zo'n land, waar de wegen kapot zijn, niet waar en waar. Nee, maar wij leven met hoop. God die laat het allemaal, die bekijkt het allemaal wat zijn mensjes doen. Ja, doe maar op, ik heb u de vrijheid gegeven. Doe maar op. Ik zie het. Het is niet goed, maar ik zie het. Jij zei het, ik heb u de wereld gegeven om die te besturen en te doen. Hè. Doe maar op. Maar hij ziet de toekomst voor hem natuurlijk. Hè. Wij leven op hoop. De goede hoop. En ik hoop ook een schoon plaatsje te krijgen. Daarboven. Dank je wel, pater.